Ik ben van plan om dit jaar iedere maand mijn uitgaven bij te houden. Ik heb dat ook al van vorige maand gedaan. En toen schrok ik best wel, want ik had het nog nooit op deze manier bijgehouden. Dus mocht je benieuwd zijn aan wat ik allemaal mijn geld heb uitgegeven, kijk dan vooral verder. Ik heb mijn laptop bij de hand, want hierop heb ik mijn overzicht bijgehouden. Ik heb trouwens ook een Etsy shop aangemaakt. Ik ga vanaf nu daar een aantal templates op plaatsen. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in een handige template, dan raad ik je zeker aan om daar even een kijkje op te nemen. Maar oké, we beginnen met de eerste week van februari. Maandag had ik pizza besteld en dat was in totaal €16,94. Dinsdag ging ik boodschappen doen. Niet enorm veel, want ik had eigenlijk niet zoveel nodig. In totaal was dat €12,81. De voornaamste reden dat ik naar de supermarkt ging was omdat mijn favoriete koffie in de aanbieding was. Dus ik moest dat wel eventjes halen. En ik ben sowieso echt een bonus shopper. Als dingen in de aanbieding zijn, dan haal ik dat ook. Want ja, dat is wel mooi meegenomen. Maar ik laat me niet verleiden door alle bonusacties. Want dan is er een kans dat ik dingen ga kopen die ik normaal gesproken niet ga halen. En dat wil ik dus vermijden. Maar stel mijn standaard boodschappen zijn in de aanbieding, dan ga ik er natuurlijk wel van profiteren. Woensdag werd mijn Netflix abonnement afgeschreven. Dat was €7,99. Donderdag had ik blijkbaar niks uitgegeven. Dus dat was een pluspunt. Vrijdag ging ik mijn grote boodschappen doen. En ik heb mijn boodschappenlijstje in de Albert Heijn app gemaakt. Ik doe dit eigenlijk niet heel vaak, maar ik zou het wel moeten doen, want het is heel erg handig. Zo weet ik wat ik allemaal nodig heb en wat het ongeveer gaat kosten en wat er in een bonus is. In totaal had ik €40,71 uitgegeven. Nu moet ik er wel bij zeggen, want dat was ik eigenlijk vergeten de vorige keer. Ik spaar nu ook koopzegels bij de Albert Heijn. Ik denk dat iedereen al bekend is met koopzegels. Want zodra je boodschappen doet, dan koop je ook een aantal zegels en dan spaar je het. Een tip van mij. Voorheen deed ik nooit iets met koopzegels. Maar eigenlijk is dat best wel handig. Want je spaart onbewust. En je krijgt ook nog een paar euro rente erbovenop. Dus dat is fijn. In het weekend had ik niks uitgegeven. Dat kwam omdat ik dit weekend weer bij mijn vriend was. Eigenlijk was ik 3 van de 4 weekenden bij mijn vriend. Dus voor deze dagen had ik geen boodschappen nodig. Wel had ik dus vrijdag alvast boodschappen gedaan voor na het weekend. Maandag had ik ook niks uitgegeven. Want toen zat ik vast bij mijn vriend. Want dat was het weekend toen het ontzettend hard sneeuwde en al het OV eruit lag. Dat was aan de ene kant verschrikkelijk, maar ook wel heel erg gezellig. Mijn week totaal van de eerste week van februari valt redelijk mee. Het is niet echt heel erg veel. Het is in totaal €78,45, als ik het goed heb uitgerekend. Vind ik nog redelijk meevallen. Maar het wordt alleen maar meer. Dinsdag kon ik eindelijk naar huis en kon ik weer geld uitgeven. Ik heb toen €2,50 uitgegeven bij de kiosk, want ik moest best wel een tijdje wachten op het station. En ik wilde gewoon even opwarmen met warme chocolademelk. Dus ik had een chocolademelk gehaald. Woensdag ging ik weer naar de Albert Heijn. Ik had al wat boodschappen voor het weekend gedaan. Maar omdat ik niet had verwacht dat ik pas dinsdag thuis zou zijn, waren er een aantal dingetjes over datum. Dus ik moest wat nieuwe dingen halen. Dat was €21,26. Niet veel. Prima. Donderdag had ik zin in een speciaal ontbijtje. Ik ging namelijk naar de McDonald's om een McMuffin te halen. Ja, het is niet bepaald gezond, maar oh, dit is echt wel mijn favoriete ongezond ontbijtje ever. Dezelfde dag ben ik ook nog online wezen shoppen. Ik heb 1 kledingstuk gekocht, namelijk een kooltruitje bij Stradivarius. Inclusief verzendkosten kostte het mij €16,94. Ik vind dat ik me best wel heb ingehouden met de kleding. Zeg maar, ik had de neiging om heel veel meer te kopen. Maar toen dacht ik, nee, ik wil gewoon 1 kooltruitje. En die heb ik dan ook gekocht. En in de middag ben ik met mijn huisgenoot wezen wandelen. En toen hadden we chocolademelk gehaald. In totaal was dit €6,60. Ik had dit keer voor ons beiden betaald. Soms betaalt zij iets en dan betaal ik weer. We compenseren het ook een beetje. Soms betalen we gewoon voor onszelf. In dit geval was het wel eventjes handig om voor ons beiden te betalen. Even een korte toelichting op mijn vorige uitgavenvideo. Een aantal van jullie vroegen zich af waarom mijn vriend Richie niet iets betaalt. Of nou ja, het leek tenminste zo. Het zijn ook mijn uitgaven en niet die van Richie. En in een relatie
kan je ervoor kiezen om iets 50-50 te doen. Of je kan ervoor kiezen dat de een de ene keer betaalt en de andere keer. Dus jullie zien niet hoeveel Rits uitgeeft. Jullie zien alleen hoeveel ik uitgeef. En dat is misschien heel veel. Of dan lijkt het veel. Maar je weet niet wat hij betaalt. Dus het is bij ons ook altijd een beetje de ene keer ik en de andere keer hij. Oké, dan gaan we over naar vrijdag. Vrijdag had ik zin om vis te halen op de markt. En dit was in totaal €7,50. Zaterdag heb ik een kaartje gekocht. Want het was dat weekend Valentijnsdag. En ik vond het wel leuk om een lief kaartje te schrijven voor Rits. Dus ik had een kaartje van €2,50 gekocht. Zondag werd het weer tijd om mijn OV op te laden. Door de week reis ik gratis vanwege mijn studenten-OV. Maar in het weekend moet ik al betalen. Dus ik had mijn OV opgeladen met €20. En diezelfde dag, in de avond volgens mij, heb ik een bestelling geplaatst bij Bijenkorf en Coolblue. Bij Bijenkorf heb ik onder andere een nieuwe riem besteld en een serumpje. Wow, ik moest eventjes op het woord komen. En dat was in totaal €46. En de riem was zeg maar een soort van cadeautje voor mezelf. Ik had met mezelf afgesproken wanneer ik een bepaalde tentamen in één keer zou hebben gehaald, ik mezelf dan ook een cadeautje mocht geven. En dat was het geval. Dus ja, als beloning had ik een riem voor mezelf gekocht. En ik heb dus ook nog een bestelling gedaan bij Coolblue. Ik had namelijk een elektrische tandenborstel besteld. Dit was een actieprijs dat je 2 tandenborstels voor €90 kon krijgen. Maar ik had nog een cadeaubon. Dus ik had die cadeaubon gebruikt. En uiteindelijk was ik maar €40,98 kwijt. Mijn weektotaal van deze week is €166,63. Oké. Dan zijn we aangekomen bij week 3. Op maandag had ik niks uitgegeven. Op dinsdag ging ik weer boodschappen doen. Dat was in totaal €42,05. Op woensdag had ik ook geen geld uitgegeven. En op donderdag werd mijn Spotify abonnement afgeschreven. En ik heb naar jullie geluisterd. Ik wist dit namelijk niet. Je kunt namelijk een studentenabonnement nemen op Spotify. Ik heb jarenlang €10 betaald voor Spotify. Ik niet wetende dat ik voor €5 een abonnement kon afsluiten. Maar oké, we hebben eindelijk de studentenvariant. Dus ik heb €5 bespaard daarop. En op vrijdag ging ik weer naar de McDonald's. Want ik had weer zin in mijn favoriete ongezonde ontbijt. Namelijk een McMuffin. En dit keer had ik er niet 1, maar 2 gehaald. En dat was in totaal €4,70. En de rest van de week had ik niks uitgegeven. Dus dan kom ik op een totaal van €51,74. En dan zitten we alweer in de vierde week. En dit is een aardige week, moet ik je zeggen. Ik heb veel uitgegeven in deze week. En er waren ook een aantal afschrijvingen. Dus ik kan je alvast zeggen dat ik op een aardig weektotaal kom. Dat wordt even slikken, maar dat is prima. Oké, maandag heb ik een bestelling op Shein geplaatst. En dat was met korting €36,10. Valt redelijk mee. Het topje dat ik nu aan heb is ook van Shein. En ik draag het echt enorm vaak. Dus ik heb het in verschillende kleuren besteld. Maandagavond heb ik ook nog sushi gegeten. En dat was in totaal €18,60. Dinsdag ging ik met een vriendinnetje wandelen. En toen hebben we ook lunch gehaald bij Laplace. En dat was in totaal €4,14. Ik had gewoon een broodje. Niet echt iets heel speciaals. En dezelfde dag ging ik ook nog even naar Starbucks. Ik ben echt al zo lang niet bij Starbucks geweest. Voor mijn gevoel. Volgens mij wel in januari, maar nog niet in februari. En toen had ik een iced caramel macchiato met sojamelk. En dat was in totaal €5. Dure koffie. Maar wel mijn baby. Op diezelfde dag werden mijn lenzen afgeschreven. Ik heb een lenzenabonnement. En dat was €22. Over abonnementen gesproken. Ik heb het ook al in mijn vorige uitgavenvideo verteld. Maar mijn telefoonabonnement. Ik ga dit niet in elke video zeggen. Maar dan weten jullie het nog een keer. Maar mijn telefoonabonnement wordt van mijn zakelijke rekening afgeschreven. En soms doe ik ook uitgaven via mijn zakelijke rekening. Als het gaat bijvoorbeeld om telefoonabonnement. Andere apparatuur wat voor de zaak is, dan gaat dat daarvan af. Dit zijn allemaal mijn persoonlijke uitgaves. Oké, dan zijn we aangekomen
Woensdag was ik weer naar de McDonald's. Ik ben deze maand een beetje te vaak bij de McDonald's geweest. We gaan even hiermee minderen. Ik heb €7,15 uitgegeven bij de McDonald's. Ik had namelijk zin in een patatje met de frietsaus van de Mac. Ik vind dat zulke lekkere frietsaus. En ik had een iced frappuccino. Het was best wel een redelijk warme dag voor zeg maar, de tijd van het jaar. En ik vond het wel even lekker om dat te nemen. En donderdag ging ik weer boodschappen doen. En dat was in totaal €48,11. En dezelfde dag werd mijn schoolgeld afgeschreven. Ik vind het echt verschrikkelijk als dit van mijn bankrekening afgaat. Maar hey, we moeten ook school betalen. En dit was €214,30. In het eerste jaar van mijn studie heb ik mijn schoolgeld in één keer betaald. Maar ik vind het nu wel fijner om het maandelijks te betalen. Want anders is het in één keer zo'n groot bedrag. Vrijdag had ik een bestelling geplaatst op H&M. En dit was in totaal €39,97. Ik heb een pyjama setje gekocht. Want ik had behoefte aan een nieuw setje. Want mijn overige pyjama setjes die heb ik al zo lang. En af en toe is het ook wel leuk om jezelf te verwennen met een leuke pyjama. Want 9 van de 10 keer slaap ik in een lelijk shirt. Of een oud shirt. Of ja, een oversized shirt. Wat ook niet erg is. Maar soms wil je toch wel even ja, leuke kleding aan naar bed. En ik had ook nog een spiegeltje gehaald. En een mok. Ik ben wel echt redelijk kritisch met online shoppen, merk ik. Ik shop wel. Maar voor mijn gevoel met mate. Vroeger, echt ook toen je nog lekker naar de stad kon gaan om te winkelen, werd ik heel snel overprikkeld door leuke dingetjes. En dan had ik eigenlijk best wel heel vaak impuls aankopen. Maar dat heb ik online bijna niet meer. Dus dat is wel een voordeel voor mij in ieder geval van online shoppen. Vrijdag heb ik nog een coffee to go gehaald. Dat was €3,35. En op dezelfde dag moest ik ook mijn zorgverzekering betalen. Ik weet eigenlijk niet of ik dit bedrag de vorige keer ook had meegenomen in mijn maandoverzicht, maar dan ga ik dat vanaf nu wel doen. Mijn zorgverzekering is in totaal €125,05. En ik krijg ook een klein beetje zorgtoeslag. Dus uiteindelijk hoef ik niet het volledige bedrag te betalen. Maar ja, ik moet het wel betalen. Zaterdag ben ik 2 keer naar de Jumbo geweest. Maar eerst had ik een broodje gehaald voor mij en de Rits. En dat was in totaal €8,50. Toen zijn we een rondje wezen wandelen. En toen zijn we weer naar de Jumbo gegaan om een beetje boodschapjes te doen. Want voor dit weekend had ik 1 avond voor eten betaald en hij de andere avond. En ik was zelf €18,52 kwijt en ik had ook nog wat andere boodschapjes gedaan. Zondag had ik mijn huur overgemaakt en dat was €500. En dat waren al mijn uitgaves voor de laatste week van februari. En in totaal komen we dan op €1,050,79. Ja, dat was veel. Altijd de laatste week van de maand is echt een explosie met allemaal afschrijvingen. En als ik al mijn uitgaves bij elkaar optel, kom ik deze maand op €1,347,61. En ik had ook nog een klein overzichtje gemaakt aan wat ik nou het meest uitgeef. Dat zijn toch wel mijn vaste lasten, mijn vaste uitgaven. Het enige waar ik eventueel op zou kunnen besparen zijn toch wel mijn shopgerelateerde aankopen. Maar ik vind het toch nog best wel meevallen. Vorige maand zat ik op €1,700 en nu zit ik op €1,300. En ik denk dat het voor mijn situatie helemaal top is. Mijn hele doel is om niet meer uit te geven dan dat er binnenkomt. En als ik echt niet rondkom in een maand, dan haal ik gewoon wat geld van mijn spaarrekening af. Maar dat is voor nu niet het geval. Dus dan, ja, kan ik gewoon uitgeven wat ik wil. En ik spaar ook elke maand. En ik budgetteer elke maand niet zeg maar van, oh, dit ga ik hier aan uitgeven. Maar door dit te doen, krijg ik wel echt een overzicht. Oké, waar geef ik mijn geld het meest aan uit? Dus ik vind het heel fijn dat ik deze video's maak. En ik ben heel erg benieuwd hoe het de aankomende maanden gaat zijn. Ik ga niet met mezelf afspreken, oh, elke maand moet ik minder gaan uitgeven dan die maand daarvoor. Ik ben wel gewoon benieuwd of er een rode draad in zit. Want nu merk ik wel van oké, ik zit ongeveer op hetzelfde bedrag als vorige maand. Maar het kan zo volgende maand ook weer anders zijn.
Maar ik vind het wel heel erg interessant. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden om te zien. En mochten jullie zelf nog tips hebben om goed te budgetteren of tips omtrent andere financiële zaken, laat het dan vooral hieronder in de reacties weten. Hiermee kunnen we elkaar helpen. En mocht je suggesties hebben voor specifieke video-ideetjes omtrent financiën, budgetten, noem het maar op, laat het dan ook vooral achter in de reacties. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!